Lekker, de belangrijke wedstrijd thuis tegen RWDM werd verloren met 0-1. Wat is jouw analyse van deze match? Ja, ik vind met de ploeg dat we stonden, dat wij goed begonnen aan de match. Van het eerste kwartier voor ons en met een paar kansen, vond ik. Die we niet afmaken. Maar dan weet je dat je tegen een ploeg speelt met een pak meer maturiteit, ervaring. Om ons daar tegen te wapenen is niet zo simpel. Zeker omdat ze dan ook nog meer atletisch vermogen hebben dan ons. En ik vind dat we dan redelijk goed stand hebben gehouden. Natuurlijk, op het moment dat we de goal krijgen, krijgen we nog wel de kans om te scoren als Twan erdoor slaat. Maar dan Van Varenberg stond er in de weg. En dat is het spijtig dat een spits als Van Varenberg vandaag totaal in de match had. Want dat we misten wel twee heel belangrijke spelers, met Arenat en een Barkie vandaag. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dan ook de drie anderen die erbij zijn. Ja, dat is nu eenmaal een gegeven. Hè. Ze zijn er niet, dus daar moesten we door. Jonathan viel er nog uit. Dus we hebben een jongen van op de bank die ik nog nooit gezien had, om aan 16 man te geraken. En dan kom je tegen zo'n ploeg die misschien niet overloopt van groot talent, maar wel met ervaring. En dat is hetgeen dat wij wel. Als je bijvoorbeeld ziet, de laatste minuten van de match beginnen we nog te lopen met de bal. Plots van de bal gewoon naar buiten te brengen en zo snel mogelijk in de 16 meter te droppen. Want die mannen hebben zeker 5-6 ballen over te winnen. Dus je droomt binnen de eerste bal en dan de tweede bal en dan kun je toch iets lukken. En dat zijn zaken, vind ik, die te maken hebben met die maturiteit, met ervaring, met de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. En daar zijn we wel naïef in, vind ik. De fase dat wij Borri in een vrijschop krijgen, dat de eerste twee keer meegooit. Iedereen weet dat het een vrijschop is, dan zijn we er niet mee bezig, vind ik. Of toch niet. Ik weet niet wat dat is. Maar langs de andere kant heb ik vastgesteld dat bij de tegenstander verschillende jongens met krampen kregen. Dat wij eindelijk eens een match kunnen beginnen volmaken. Dat is de stap vooruit, heb ik ook gezegd. We moeten niet alles bekritiseren. Ik vind met de jongens die gespeeld hebben, hebben hun best gedaan. Ik kan Joachim, die jongen is jong, is onervaren, hij is zijn best gedaan. Tuurlijk had misschien de kans om te scoren, maar dat doe ik niet. Maar ik kijk daar vooral. John heeft voor mij een goede match gespeeld in het middenveld. John Rowell is eindelijk naar het niveau aan te komen wat ik van hem verwacht. Kenneth Goudrey vind ik dat een goede match speelt. Achteraan hebben we een verdediging gezien, vind ik. Vier mensen hebben echt verdediging. We hebben op een zeker moment dat we met twee verdedigers tegen vier aanvallers stonden op het laatste. Dat we dat ook nog opgelost hebben. Dus dat zijn voor mij positieve tekenen. Dat zijn tekenen naar beterschap. Maar ja, ik zal natuurlijk alleszins blij zijn dat een Barkie terugkomt en dan een Arenate liefst zo snel mogelijk kan recupereren natuurlijk. Ja, want je staat voor twee moeilijke uitwedstrijden. Ja, zeker vast. Zes punten met jou. Dat is zo, dat is zo. Ja, inderdaad. Jan, wat vragen? Ook ja. Zoals dat gezegd moet, die geblesseerde. Je hebt ook die RWDM kan drie man inbrengen. En jij hebt jonge gastjes die niks van ervaring hebben. Geen aanvallers op de bank. Niet aan top is het top. Hè, weinig oplossingen van een trainer. Alhoewel dat ik vind dat de bot hem goed zijn streng getrokken heeft. Als jonge kerel. Ik vind dat hij echt in het middenveld goed zijn streng getrokken heeft. Joachim ook, oké, dat weten we, dat is snelheid. Dan moeten we dat ook beter uitspelen. Ik vind dat er een paar andere jongens die zo echt toch meer ervaring hebben, dat die niet het niveau gehaald hebben. En dat vind ik dan spijtig. Het is al te gemakkelijk zeggen van die jonge gasten. Maar... Ik kijk het positief aan. Ik weet dat, ik verlies ook niet graag. Ik ben ook lastig en onbetand. Maar ik bekijk het positief. Ik zie een verdediging die een verdediging is, met een goede keeper. Ik vind het middenveld... Dat kan ook beter, maar er zitten jongens bij die een hoger niveau beginnen halen, dat is goed. En als ik zeg het, zo snel mogelijk Arenati en een Barkie kunnen terug recupereren. En ja, gaan we toch vooraan ook meer kwaliteit hebben en ervaring om iets te lukken. Om eens een fout uit te lokken, om eens doen gevaar te krijgen. Veel supporters waren toch een beetje verwonderd, zelfs ontgoocheld dat er met de Mercato eigenlijk niks is bijgekomen. Dat was toch een beetje vreemd.
dat is een verhaal die je moet staan op management. Hè. Ik ben hier gekomen als coach en ik heb een aantal pijnpunten gezien. Maar ja, de financiële kant van de club, dat is mijn ding. Hè. Ik heb liever elke maand dat ons loon op tijd staat dan ik denk dat Tender al genoeg avonturen heeft meegemaakt. Clubs in de regio hebben al genoeg zeggen een dolle avontuur gegooid. Ik denk dat. Ik weet dat wel. Ja, als het budget er natuurlijk niet toe. Ah, ik denk dat toch, hè? Denk dat toch, want dat is niet helemaal. Dat zijn de lessen die ik eruit trek, sowieso. Oké. Okay. Bedankt voor deze babbel en dat veel succes alleszins. Dank je wel. Dank je. De volgende wedstrijd. Ja. Op punten. Op punten, ja, dat is zeker en vast. Ik ook.